die zit. Oh, een bal. Ja, pak de bal maar. Het is zo leuk om te zien. Ik vind het zo leuk om buiten te spelen. Ja, echt schattig. Echt heel leuk. Dan merk je wel dat hij naar een andere soort opvang gaat. Ja. En dat hij... dat ze dat daar ook heel veel doen, hè? Met boomhutjes bouwen en dat soort dingen. Dus hij heeft hier nu al goede jeugdherinneringen aan. Ja, dat precies. Wat wel leuk is, dat ik hier als kind ook al rondliep natuurlijk. Ja, daar moest ik ook aan denken. Ja. En jouw moeder was toen ook zwanger. Ik zwanger, ja. En die liep met een behoorlijke bolle buik door het bos met jullie. Ja, precies. Daarom vind ik het zo leuk om... Ook met de hond? Ja, ook met de hond. Ja. Dus daarom, toen ik jou net zag lopen als zwangere vrouw, moest ik daar denk ik ook aan mijn moeder denken. Ja. Aan die momenten. History repeat. Ja, precies. Heel grappig. Grappig, ja. En Lana gaat helemaal los met die bal. Ja, arm dier. Dus, ja, nee, ze vindt het heel leuk. Ja. Maar, Oh, daar gaat ze weer. Ja, au. Oh. Ja. Oh, jee. Ook net, hij ging al helemaal boven op de bult staan. Zag je dat? Ook geen angst of nee. Zo. Gewoon lekker gaan. Lekker gaan. Oh. Het is wel fijn, want hij was wel een beetje pieluttig met uw bar. Ja, met zand. Met zand. En maar hij vindt het nu toch wel prima. Ja. Zelfs zo prima dat hij erin gaat liggen. Ja. Dat vind ik wat mama dan weer heel minder. Ja. Vind je het mooi hier? Ja, mooi. Ja? Oh, daar ben jij hier. Ja, daar kun je ook nog naar beneden rijden. Ja. Wil je gaan? Ja. Samen met papa? Ja? Nou, kom. Lana moet wat water hebben. Die heeft zich zo suf gerend achter die bal, dus die moet nodig wat water hebben. Maar om nou het hele flesje op te offeren, normaal had je van die handige bakjes, maar die heb ik niet mee. Een kommetje van hout. Een kommetje van hout, ja, die ligt ook altijd in het bos gewoon. Hey, creatief zijn, hè? Dus even kijken of jij wel een beetje, hoe heet dat nog maar weer? I'm deep down in the forest. Scouting. Bear Grylls is going to do this all by himself. I'm going to do this. Heb je wel een beetje scouting skills? Nou ja, en anders maar het flesje. Poppy. Inmiddels hebben we een jongetje die op het nek wil zitten. Een hondje die niet kan stoppen om met de bal te spelen, terwijl ze eigenlijk doodop is. En ik heb af en toe... Oké, voordat ik alle dierenliefhebbers over me heen krijg, wil ik hierbij een korte analyse geven hoe dit kwam. Zoals je ziet stond Lana buitenspel, alleen haar reactievermogen is sneller dan dat mijn been omlaag ging, wat leidde tot... Juist, dit. Oké. En ik heb af en toe zo'n hommel of vlieg die al enorm hard op me afvliegt. Ik heb nog een geurtje op gedaan die nogal bloemen ruikt. Niet zo handig. En ik ben echt zo'n held met vliegen en muggen en dat soort dingen. Dat heeft Vos van mij. Die zit nu ook al, muk mama muk, help, help. Dus ja, niet zo'n held met muggen. Dus ik moet mijn... Even als ik de natuur in ga, geen geurtje meer. Dinsdag. Vandaag hebben Vos en ik lekker een mama-vosdagje. Heerlijk. Oma komt zo nog even langs
Want ik moet naar de fysio. Ja, ga even bij oma thuis kijken. Ja. Denk ik. IJsje eten. IJsje eten? Ja, je bent al ijsje aan het eten. In ieder geval, ik moet dus zo naar de fysio. Gerrit is vandaag de hele dag buiten aan het werk. Buiten aan het fotograferen en het filmen vooral. Lekker met de drone aan het vliegen en mannen dingen aan het doen. Ja, vandaag is echt een beetje zo'n rustig dagje. Dus ik zal eens kijken wat we gaan doen. Het is een beetje zo niet gepland en nou ja, wat we tegenkomen komen we tegen. Wie doet zich allemaal? Nee, ik. Oh, ik kijk een sprookje. Ik zal even kijken. Is het spannend? Ja. Oh. Oké, ik ben in officiële hysterische moedermodus. Ik had nog kleertjes besteld online voor Vos en voor de baby. Ja, ik vind het online zo lastig met die maten. Dus hij was toe aan een nieuwe pyjama's in ieder geval. En vorige keer had ik maat 3-4 gekocht. Gewoon zo oud als hij nu is. Maar die pyjama's worden een beetje klein. En nu had ik dus automatisch maat 4-5 gekocht. Maar die zitten best wel groot. Dit is het maatje wat hij nu draagt. En dit is dan de pyjama, dus die is best groot. En zo had ik dus ook nog dit leuke broekje gekocht, maar die ziet er dus ook zo mega groot uit. En Vos ligt nu te slapen en hij houdt ook niet heel erg van passen. Maar nu twijfel ik dus of ik het terug moet sturen of dat het goed is. Nou ja, dat gaan we straks nog even zien. Wat heel jammer is, is dat ik dus nu alweer zie dat bepaalde dingen uitverkocht zijn. Dus ik had hele leuke t-shirts gekocht. Die zien er sowieso echt mega groot uit. Maar die hebben ze dus niet meer. Ik baal nu al, want dit was zo schattig. Ik heb trouwens gekocht bij Next Direct. Gewoon mooie kleurtjes of zo voor hem. Maar volgens mij is het echt mega groot. Dit is dus maat 4-5. En logischerwijs zou hij dat ook niet moeten passen. Maar omdat die pyjama's dus maat 2-3 zijn en nu al zo krap zitten, dacht ik van ja, dan moet ik wel maat 4-5 hebben. Maar goed, past dus niet. Dit is ook te groot. En voor de baby boy, dit is wat ik al heb in de kleinste maatjes voor de baby. Maar het is een beetje een mix van wat ik nog had van Vos, nieuwe dingetjes. En ja, nu kwam ik er dus achter dat ik in maat 56 heel veel broekjes heb. Of heel veel, maar volgens mij 6 of zo. Maar eigenlijk heel weinig shirtjes. Dus ik moet even kijken hoe ik dat nou ga doen. Zoals je merkt raak ik al aardig overweldigd door mijn eigen hoofd. Ik kom er even niet uit. En ik zie zoveel leuke dingen ook. Bij de H&M hebben ze weer leuke dingen. En bij de Zara. Dus ja, lastig om, om deze hoarding mama te stoppen. Maar ik moet gewoon even logische keuzes maken. Dus wat heb ik nog nodig? En dat ben ik nu eigenlijk even aan het inventariseren. Voordat ik helemaal los ga op alles wat ik zie. Dat is ook weer niet de bedoeling. En maatjes en zo, ik vind het allemaal een beetje lastig. Ook met de zomer, we hebben natuurlijk een zomerbaby. Daar heb ik het de vorige keer ook al over gehad. En die draagt natuurlijk, ja, in het begin misschien toch nog wel liever gewoon iets met lange mouwtjes. Dus ja, rompertjes zijn nog wel handig. Nou, ik moet het allemaal nog even gaan uitzoeken. Het is echt een prachtige dag en ik wilde graag dit moment aangrijpen. Ik heb net al mijn locaties gehad om iets te vertellen over ondernemen. En mensen vragen ons wel eens van, ja, wat vind je nou zo mooi aan ondernemen? En ondernemen voor mij slash ons, is denk ik, denk dat ook voor Sanne geldt, is dat ondernemen voor ons echt vrijheid betekent. En dat ook echt... Bam! En daar knalde mijn audio eruit. En daar kwam ik pas aan het eind van dit gesprek achter, dus een kleine tegenslag. En tegenslagen horen ook bij het ondernemen, maar dat is weer een totaal ander verhaal. Dit verhaal hou je in ieder geval van mij te goed, maar nu gaan we eerst door naar de kapper. Wil je nog iets een kapper vertellen? Stil. Ben je nog steeds met stil? Weet je aan het spelen?
een broodje heen te kijken. Dit ook. Hij wil de boze heks kijken. Wat heb je een leuk shirt aan, Fos? Ja, leuk hè. Hij heeft een t-shirt aan. En Fos, heb je ook allemaal nieuwe kleren gekregen? Ja. En dat is hier, ik vind het een beetje rood. En dat vind ik niet leuk. Was het nog een beetje te groot? Ja. Doe mama alleen een debatje. Dat doe ik niet. Heb je het al aangehad dan? Nee, dat doet de aardje. Nee, kijk. Hij wil het ook niet aan. Te groot is. Hij wil het ook niet aan, hè? Jij bent echt zo'n miepie daar. Nee, hij had de broek aan. Hij heeft een broek aangehad, maar dat was hysterisch, hè? Ja, de broek heeft te rekenen, toen pout op je. En de mug. Wat is dat? Nee, maar... Oh, de mug. Ja, mug. Ja, Maya erbij was buiten. Oh, ja, was maar... Ja, en die popootje maken. Kijk. En Maya erbij, ja, een popootje maken. En dat doet iedereen tegen dit. Dat vond je niet leuk, lieverd? Nee, Maya erbij vond hij niet leuk. Ja, dat is wel echt kort. Ja, je moet het straks even in het echt zien. Nee, maar maak niet eurosop. Serieus, als straks met jouwtje hier doorgaat, dan ben je weer blij. Ben ik weer blij, oké. Okay. Ja, dat voelt altijd wel lekker, ja, klopt. Ja, het voelt lekker. Leuk museum. Ja, mama. Hoe voelt het? Oh ja, ja, het voelt inderdaad heel lekker. Even. Is de papa daar geknipt? Ja. Hoe voelt dat dan? Ik dacht eerst van ik ga met hem op pad en iets moeilijks doen, zwemmen of in ieder geval moeilijk in de zin van dat ik het zelf dan moeilijk maak. Toen dacht ik nee, laten we het gewoon makkelijk houden en met deze bumpy. En vanavond heb ik ook nog pilates, dus dan moet ik ook altijd wel een beetje mijn energie sparen. Nee. Dus lekker in de tuin. Kijk, Jaapie. Wat zei je liever? Mama, Jaapie. Grampie? Ja, de Joppie, de appel aan. Ja, er kwam een postbode aan en toen was Grampie niet bij de post. Nee. En dat vond je niet leuk, hè? Ja. Was dat er wel bij de post? Ja, dat was wel. Schoentjes?
Ja, schoentjes. Je moet toch even schoentjes kiezen. Want ineens is het dan zomer en dan kom je erachter dat hij eigenlijk helemaal geen zomerschoentjes heeft. Dus even kijken welke passen. Deze boy is nog een beetje camera shy. Hij ging net als een malle tekeer. With poppies and silver birds, taking you flying high above. All the little faces that make up the sky will fall and replace us when we die. Take it from me. It's taking space in my car, drives itself down Central Park. My name is like I'm everywhere. I always forget how I felt, or at least I try to listen well. The time we've taken has been. Zo, het is alweer avond. En we hebben besloten om even bij mijn ouders te gaan eten. We hebben vanmiddag heel saai op deze hele mooie dag hebben we gewoon op zolder gezeten. Ik kan het ook niet mooier maken dan dat het is. Maar ja, Sanne heeft hele mooie dingen gedaan. Ik was nog druk bezig met editen en dergelijke. Dus we dachten van we halen Vos op, want Vos was naar de opvang. En dan gaan we nog even gezellig bij mijn ouders eten. Dus dat is wel heel lekker. Goed was jouw dag? Heb je het lekker gehad? Wat heb je gedaan eigenlijk? Heb je lekker in de zon gezeten of moest je werken? Heb je lekker gezwommen? Oh, dat had ik ook nog wel lekker gevonden. Maar hoe dan ook, het was een prachtige dag. Ik hoop dat je zelf ook een mooie dag achter de rug hebt. Hey, ben je nat? Ja, nat. Hoe kan dat? Ik heb dan nat. Ja. Was je aan het drinken, toen ging het mis. Ja, naar je grote slok. Een grote slok? Ja. En nu zit het helemaal op jouw kleding. Ja. Mama, wat slok. Mama. Grote slok, dat was de boosdoener. De grote slok. Wel grappig, mijn ouders hebben trouwens altijd herdershonden gehad. Dit is Kandor. Onze eerste hond was ook een Duitse herder, dat was Joran. Toen hebben we een teefje gehad, dat was, was ook een Duitse herder, dit was Elsa. En ik was dus altijd dit formaat honden was ik gewend. En echt, wat een beest ook. Maar ik heb nu natuurlijk sinds 5 jaar hebben we nu Lana. En nu we dat formaat gewend zijn en ik haar altijd uitlaat en ik Kandor dan wel eens uitlaat. Dan verbaas ik me recht over hoe zo'n grote hond dat dan is. Ja, normaal, vroeger vond ik dit altijd normaal, maar nu vind ik de kleinere formaat normaal. En dan is het verschil echt heel groot. Nou, ik zal hem even mijn aandacht verspreiden aan de hond en aan mijn zoon. Ik weet dat ik het spannend vind. Vos, wat gaan we doen? Badje. Ja, we gaan ook in het badje. Het is heel mooi weer, dus we gaan ook even in het badje. Vorige week konden jullie dit pakketje winnen. En daar hebben heel veel lieve meiden op gereageerd. Het Baby Ukatis boek met trui en een potlood. En Vos die heeft alle briefjes hier in een bak. En jij mag hem gaan trekken. Jij mag de winnares gaan trekken. Nu kijken. Gaan we kijken? Gaan we kijken wie gewonnen heeft? Ja. Schudden. Nou, trek maar. Die?
Ja, jij mag eentje. Zelf ja. kiezen. Die. Oh, oh. Die? Sorry. Luck is on your side. En iemand had dat geen hem? Geluk. Ja. Nou, maak me open. Maak me open. Oh, nee, niet scheuren. Kom erop op. Ja, hij houdt het spannend. Maak je hem open? Pap hem openmaken? En de winnares is... Ja, doen geen mannen mee, toch? Nee, zeker niet. Nee, babe, you got this. En de winnares is... Marlies Kluit. Marlies, gefeliciteerd. Marlies heeft gewonnen. Dat is leuk. Yay. Marlies. Ja. Ik ga voor de zekerheid hier ook even filmen. Dan kun je dat nu zien. Nu ik het doe. Nu ik. Marlies Fluit. Heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Een pakketje komt naar je toe. En stuur ons even een mailtje. Of een direct message via papa, mijn Instagram. Ik je kan me vinden mama, op Sanne Hemmers. Mama, ik ook open. En dan, papa, en dan ik ook stuur ook het pakketje open. Naar ja, die doet toe. Goed. High five. Heel leuk. Ik hoop dat je hem past en dat, ja, dat je er heel veel aan hebt aan dit werkboek. Ja. En dat je al je dromen uit mag komen. Dat zeker. Leuk. We willen je in ieder geval van nu weer bedanken voor het kijken. We wensen je een hele fijne zondag toe. En mocht je dit een leuke video vinden, dan mag je altijd een duimpje omhoog doen. En als je nog geen abonnee bent, dan zou ik ontzettend waarderen wanneer je je abonneert op ons kanaal. Wij gaan lekker genieten van het mooie weer. Nogmaals een hele fijne zondag en tot volgende week. Tot volgende week. Zeg je ook doei, Vos? Doei, doei. Zeg maar doei, Vos. Doei, doei. Doei, doei. Doei, doei. Nu ijs eten. Nu ijs eten. Nu ijs eten. Ja. Yes. Kom, ijsje eten. Ijsje eten. Die open. Kijk, die open.